Sinds heel kort is Evert Leerson afgetreden als Miss Lady Europe. En we hebben nieuwe Miss Lady Europe 2020, Stevio Blackheart. Welcome and thank you for being here. How do you feel? Thank you to you. I'm really happy to be here. I felt really welcome in the Amsterdam city. You have a really great city. And I want to say thank you to the MS Amsterdam Club because they are treating me like a princess. But yes, really, guys. Yes, but I'm a letterman, of course. It is time for us to step up and acknowledge that stigma and discrimination still act as the greatest barrier to us defeating this disease once and for all. Well, je hebt het heel erg over HIV, HIV en stigma. Wat wil je daar precies mee bereiken? Nou ja, ik ben al 26 jaar positief, sinds mijn 18e. Veel langer dan ik negatief was. En de eerste jaren heb ik tegen de ziekte gevochten en de afgelopen jaren vecht ik tegen stigma. Er is zoveel onwetendheid over hoe wij met elkaar om kunnen gaan, positieve en negatieve mensen. Binnen de gay community die out of the closet is, gaat het enigszins. Maar zelfs daar hebben heel veel mensen geen idee waar we eigenlijk over spreken. Als je het over ondetecteerbaarheid, over prep, hoe kun je beschermen, dat soort dingen. We all know the feeling, it's the mystery. Talking about managing. Maar ik had niet gedacht dat er inderdaad nog zoveel vooroordelen zijn naar elkaar toe, überhaupt. Dat lesbiennes denken dat leermannen heel eng zijn. Of dat leermannen denken dat lesbiennes misschien geen humor hebben. En dat drag queens heel vreselijk zijn. En wat is een transgender eigenlijk? En hoe definieer je dat? Nou ja, op die avond hebben al die verschillende communities lekker met elkaar gesproken, gebabbeld, voor elkaars optredens genoten. En dat was heel bijzonder om te zien. Waarom wil jij Miss Nederlands worden? Gewoon één zin. Ik wil graag de community vertegenwoordigen in het komend jaar. En ik denk dat ik het prima kan doen. Omdat ik niet één bepaald type leerman vertegenwoordig, maar heel veel facetten in mijn leven. Heel mooi. Dankjewel. Stefan! Kandidaat nummer 2, Maarten! Daarin specifiek toch wel benoemd over het feit dat je eigenlijk sinds je aan je leerfetish ging toegeven er een tweede coming out op had zitten. Hoe reageerde jouw directe familie, je partner enzovoort daarop? Mijn partner reageerde er uiteindelijk heel erg goed op, omdat ik 20 jaar mijn leer in de kast had hangen. En ik heb gewoon gezegd toen wij uit Zweden kwamen van nou is het afgelopen, ik ga het in het leer en dan kun je voor kiezen of delen. Het is een heel proces geweest waar ik mezelf beter heb leren kennen in alle facetten van dien. En ik ben sindsdien, omdat ik ook meteen bij Bluff gastheer ben geworden in Amsterdam en ook in de organisatie zit, ben ik gewoon in een sneltreinvaart terechtgekomen. Dus ik vind ook dat we voor de community, vooral voor de leermannen, de kwaliteit iets moeten gaan doen om verder op te bouwen wat de laatste 3 mannen voor ons neergezet hebben op basis. The voice is the strongest instrument I got. Let's use it. Music, please. If you know the song, sing with me. Ik ben vooral veel bezig met leer in casual dagelijks leven. Wat was het leukste moment of reactie die je hebt ervaren de laatste tijd dat jij gewoon met je leer door de stad liep of kreeg je een leuk commentaar van iemand? Het was eigenlijk gewoon in de stad en ik kwam een hele oude vriendin van me tegen. En die zei van ja Kev, we wisten op de middelbare school heel veel van je, maar je hebt nou toch eindelijk leren pijpen. A la whiskey on ice, I like sun in my eyes. Het is een goed ding, want je bent eigenlijk nog niet zo lang in het leer, toch? Ik ben nog niet al te lang in het leer, maar ik leer heel erg snel. God, wat heeft hij een goede antwoorden, zeg. Oh. I am here. All of this is wrong, but I feel right here. Not really yes, but the question is here.
ook als hobby, heb je ook je slangen. Ja, dat kan je natuurlijk op een heleboel manieren opvatten, maar wat is het voor jou precies? Het mooie vind ik aan slangen is, ze zijn voorspelbaar eigenlijk. Mensen vinden het heel erg eng omdat het voor hun iets heel nieuws is. Maar slangen zijn voor mij zo vertrouwd en eigenlijk zoals de meeste leermanden voor de mensen zijn, zijn ook slangen weer voor de leerman. Ze kennen het niet, ze zijn er bang voor, maar als je goed genoeg de tijd neemt om ze te leren kennen, zijn het eigenlijk de mooiste dieren die er bestaan. Dus je hebt geen slangenleren kleding? Iemand? Are we ready for a whole new Mr. Leather? I am here! Ja, toen stopte het. En ik ga heel wat anders doen. Ik ga mezelf een beetje presenteren. En zelf een beetje roosteren, zeg maar. We hebben natuurlijk een hele mooie mister gehad dit jaar. Ja, hoe ga ik dat doen? Amsterdam Gay Pride, ben jij ook vrijwilliger voor geweest. Hoe zie jij dat, fetish en pride? Gaat dat samen in jouw mening? Dat gaat met mijn mening ze zeker samen. Heb je ook aangegeven tijdens jouw ambassadeurschap dit jaar dat we gewoon het ladder gewoon uit het verdomhoekje moeten halen. Ladder is gewoon ook een uiting. Het hoort bij je als je daar bent. En dat mag ook gezien worden en mensen mogen daar ook, hoeft daar niet zo raar tegenaan te kijken. Zeker weten. We hebben een hele grote, mooie brug geslagen tussen continenten en al. Dames en heren, de rating, Mr. Leda, Ax Leito! In ieder geval ben ik blij en trots. Trots wat ik alles bereik, alles wat ik wilde bereik en zelfs nog meer. Ik had drie doelen. Dat is bruggen bouwen naar de andere fetish. Nou, er bestaat nu een app waar alle verschillende fetis erin zit, hou contact met elkaar, ik ben eruit. Bruggen bouwen, ook richting Curaçao, want volgend jaar beginnen ze met een prep project, dankzij mij. Yeah. Miss Leather, Nederland, maar dat heb ik niet alleen gedaan natuurlijk. Heb ik samen met mijn manneke. Oh. Daar had hij zich nou helemaal niet op voorbereid. Nou, we hebben best wel veel samen gedaan. Ontzettend trots op je benen. Hoe je dit allemaal geflikt hebt dit afgelopen jaar. Je bent er echt ontzettend druk mee geweest. En gast Pint, ga je niet janken. Ik heb me niet afgesproken. Wat een liefde, zeker weten. When we're together, emotional glow and the heat of pleasure. Take me, I'm yours, into your arms. Never let me go. Jaar natuurlijk weer Leather Pride, uiteraard. Het laatste weekend weer, net als dit jaar. En er is iets bijzonders, want de motorsportclub Amsterdam bestaat dan 50 jaar. Het wordt spannend. Number 2, Kevin. De Mr. Leather Netherlands 2020 is Stefan. Beste MVS-kijkers, dit is echt een super speciaal moment. Ik sta hier naast de Mr. X Leather
En de Mr. Next Leather. Ja, met Stefan daarnaast me, weet ik zeker. Weet ik echt zeker, jongen. Ik heb veel vertrouwen in je dat jij gewoon mijn plannen kan doorzetten. Dan ben ik echt serieus. Yeah. Zet hem door, jongen. Wat betekent nou precies Mr. Leather 2020? Dat ik het komend jaar het boegbeeld voor de leercommunity mag zijn, dat betekent het. Wat ga je doen? Nou, ik heb specifiek eigenlijk twee doelen. En een van die doelen is communities binnen de LGBTI-community samen te brengen. En dat doen we op feestjes, dat allerlei verschillende onderdelen, dus lesbiennes, transgenders, queers. Hoor ik daar ook bij? Leermannen. Jij bent de hele community in één natuurlijk. Bij elkaar komt en met elkaar kan praten en elkaar beter kan leren kennen eigenlijk. Ja. Daar zijn ongelooflijk veel vooroordelen binnen de community over elkaar. En een van de delen van je leven is dat jij HIV-positief bent. Klopt. En je bent daar ook niet schuw over om over te praten. Nee. En wat ga je daarmee doen? Was eigenlijk, Ax had het net over PrEP. Nou, hij slikt een van de medicaties die ik ook slik, maar ik heb nog een tweede daarbij, want ik ben al 26 jaar positief. En ik leef nog steeds. Toen ik het hoorde in 1994, toen zei mijn dokter ik word geen 30. Nu ben ik 44. Daar ben ik hartstikke blij mee. En de eerste jaren heb ik heel erg gevochten tegen de ziekte en tegen de infectie. En de afgelopen jaren vecht ik tegen het stigma. Want heel veel mensen hebben nog geen idee daarvan wat het eigenlijk betekent als je positief bent, hoe je kunt beschermen, wat het inhoudt als je ondetecteerbaar bent, wat het Zwitser standpunt is, hoe je PrEP kunt gebruiken om jezelf te beschermen en niet alleen om seks zonder condoom te hebben. Jij hebt nu in één zin heb jij het over ondetecteerbaar, bla bla bla. Niemand weet daarom dat ik repelstiltje heet. Ja, maar kun jij ons alsjeblieft het komende jaar uitleggen hoe PrEP, HIV-besmetting. Hoe het allemaal bij elkaar. Ja. Ja, absoluut. Dat ga ik zeker doen. Daarvoor wil ik naar buiten gaan. Daarvoor wil ik naar scholen gaan. Het mensen uitleggen. Daarvoor wil ik het op events vertellen. Gewoon dat mensen eindelijk snappen. En door begrip te krijgen voor mensen met HIV. Hun angst te verliezen en daardoor ook het stigma kwijt te raken. Ja, ja. Dit is de beste kans uit Fort Lauderdale, dit ding. Goed. Ja.